Kijk, weet je, ik heb kort haar, dus ik lijk dan of zeg maar kaal. Ik heb helemaal van die rare plukjes dan aan de onderkant, dus ik moet gewoon even... Op zo'n gamer girl, zo'n disco. Alleen nog van die oortjes zo. Ja, weet je van die kat oortjes. Van die kat oortjes, ja. Nou, we doen het ermee. Ja. En welkom bij een nieuwe Kick It, de podcast. En vandaag heb ik wederom weer hele leuke gasten aan tafel. Namelijk, ik begin nu dit keer aan de linkerkant. Normaal begin ik altijd aan de rechterkant. Joep. En? Niek. Ik begin eigenlijk altijd even met een voorstelrondje. Joep, wie ben je? Wat doe je bij Kick? Vertel het. Ik ben Joep, ik ben 17 jaar. Ik zit bij Kick. Ik zit in de SACO, de Sociale Activiteitencommissie. Leuk. Het valt me heel goed dit jaar. Ik vind het echt heel leuk. En ik zit in het eerste jaar van communicatie nu. Doe je communicatie? Ja. Leuk? Tenminste, hoop dat je het leuk vindt. Hartstikke leuk. Ik vind het echt... Het is zo'n leuke opleiding. Ja? Ik was eerst een beetje aan het twijfelen of dit wel wat voor me was. En ik weet nog dat ik toen bij de meeloopdag van psychologie aan het kijken was. En daar vroegen ze allemaal dingen van... hoe zit het? Nee. Even kijken. Even. Psychologie of toegepast psychologie? Ja, toegepast psychologie. Oh, ja. Daar ging ik op meeloopdag toen. Die heb ik ook gedaan, ja. Ja, oh vreselijk. Ja. Oh. Toen zeiden ze van, waarom lijkt jou deze opleiding zo leuk? En er zaten allemaal meiden naast me en die zeiden van, ja, mijn moeder is bipolair of ik heb zelf allemaal stoornis. Toen dacht ik, jullie zitten gewoon met jezelf in de knoop. Wat is dit, joh? Ja, weg hier. En toen ging ik maar bij communicatie kijken en toen dacht ik, oh, oké. Okay, nou, daar zijn allemaal leuke mensen. Dan schrijf ik me voor in. Leuk. Mm-hmm. Ik ga er straks verder op in. Ja, doe maar. Hey, ik ben al gelijk weer langdradig. Nee, love it. Hou ervan. Nee, ik ben Niek. Ik zit in het eerste jaar CMD. Niet communicatie. Oh, je doet CMD? Ja. En je hoeft geen richting meer te kiezen met CMD nu? Nou, oké. Nee, prima. Dat was vroeger wel altijd zo, maar oké, dat is nu weer. Ja? Ja. Wat voor richting? CMD had je altijd visual design, interactive design en ICT? Game design. Dat klopt. Dat is niet meer zo. Alles is nu samen. Ja. Je doet nu van alles wat. Ja. Dus, en eerste jaar studio bij Kick. Nice. Dus, studio. Ja. Als penningmeester. Heel belangrijk. Kijk, tij hem even aan. Gaat het goed? Zijn de centjes nog steeds op orde? Nou, nee. In principe, je doet niet heel veel als penningmeester bij. Nee, het valt wel mee, hè? Het klinkt altijd als een hele naam, maar... Klopt, nee. Het stelt niet zoveel voor. Nee. Niet bij studie. Ik weet niet hoe het bij andere commissies is, maar in ieder geval bij studio. Nee. Ja, hoe vaak koop je iets? Ja, dus, precies. Eigenlijk bijna nooit. Maar studio, hoe is dat gekomen? Want heb jij al meer ervaring met camera's? Of? Ja, ik ben fotograaf. Dus dat sowieso al. En ik doe al een heel klein beetje met video. Vandaar ook een beetje CMD. Dus. Ja, precies. Ja. Wat voor foto's? Heb je een specifiek iets wat je... Ik denk dat ik heel veel... Ik ben van alles wel wat, maar ik doe vooral denk ik portret. Dat, dat doe ik wel echt heel vaak. Dus dingen met licht en flitsers en licht bewerken. Dat, ja, dat, precies. Dat en komt dat allemaal een beetje nu ook, zeg maar, van pas nu je bij studio Oh, 100%. Ja? 100%. Ja, ik dacht altijd... Nou, ik dacht dat ik heel veel moest vragen aan anderen. En dat heb ik in het begin denk ik ook een beetje gedaan. Mm-hmm. Maar ik krijg nu ook wel een beetje het gevoel dat ik uiteindelijk nu degene ben die waar veel vragen... naartoe gesteld worden. Ja, dat, ja. Je wordt dus, een soort van mentor naast Tom en Sean. Dat wil ik me niet zo snel omhoog zetten, maar ja, inderdaad. Ja, wel een beetje. Ja, mag best. Take hoor. Your credit. Ik ben leraar, hoogleraar. Dus, Oké. Eerste jaar CMD, toch? Ja, laten we maar niet snel zijn, inderdaad. Leuk. Maar vanwege jouw... hoe zeg ik dat... jouw interesse naar camera's, heb je ook om die reden studio gekozen? Of had je zoiets van, nou, ik wil me ook gewoon verder ontwikkelen? Nee. Had je ook nog meerdere commissies waar je voor had gesolliciteerd? Oh, nee, waar nee, was wel deze studio? Ja, dat was ook omdat Tom had mij dus een beetje aangesproken om studio te gaan doen. En ik wist ook niet zeker of ik bij een studievereniging wou. Omdat ik dus ook dacht van, oh, daar gaat veel werk in zitten. Ja. En ik ben ook nog bezig met school en ook nog werk en... Nou, dit is echt maar wat iedereen ook denkt. Voor het moment dat mensen lid willen worden van Kick, denk ik, ik heb er geen tijd voor. Terwijl het is maar één avond in de week. En natuurlijk moet je af en toe even wat dingetjes doen. Maar. Ja, en in het begin is het denk ik wel even wennen. Ja. Ook, dan zie je ook welke mensen het gaan volhouden en welke niet. Ja, klopt. Ja. En Survival daarna... of the fittest. Zijn de sterkste. Nee, maar daarna valt het wel weer mee. En dan,
Nou, en toen, dus ik dacht al van, ik ga niks meer doen met studio, want ik wil gewoon studio en dan kan ik misschien een portfolio bouwen. Ja. En dat is wel echt zo trouwens. Ja, 100%. Ja. 100%. En nu vind ik het hartstikke leuk om volgend jaar een andere commissie te doen. Nice. Dat ga ik sowieso doen. Dus. Goed om te horen. Ja. Ja. Misschien is SACO een optie. Ja, want SACO, dat is inderdaad... Ik heb ook SACO mijn eerste jaar gedaan. Ja? Ja, SACO. Eigenlijk precies wat jij net zegt. Van, hey, dus denk je, heb ik wel tijd voor. Hè? Je begint met je studie. Je wil dit, je wil dat. Weet ik veel, je woont in een studentenhuis. Je hebt ook nog huisavond, bla, bla, bla. En toen dacht ik, nou, SACO is dat best wel... laagdrempelig. Voor mij is het tegenwoordig best wel wat drukker geworden, heb ik het idee. Maar niet dus. Nee. Wat doen jullie eigenlijk bij SACO? Tenminste, ja, ik doe niet zoveel. Als ik eerlijk ben. Ja, ik, dat is wel eerlijk. Ik doe wel mijn taken en zo. En ik neem wel veel taken, probeer ik op me te nemen. Maar omdat ik ook thuis woon, heb ik nog niet echt... Oh. Ja, dan woon je in Groningen? Nee. Ik woon in Borger. Gat. Oké. Ja, dat is ongeveer in de Bed City. Hoe lang is dat rijden? 40 minuten? Met de bus wel, zoiets, ja. 40 minuten of zo. De buslijn is wel gewoon lekker rechtstreeks. Ja, klopt. Ja. Ja, hele chille buslijn. Maar SACO, ja, ik ben ook niet penningmeester of zo. Of notaris, notulist. Secretaris. Secretaris, ja, is ook zo. Ja. Nee, maar volgens mij is onze commissie nogal laagdrempelig voor... Ja. Maar dat is top. Ja, dat hoorde ik ook al wel. SACO zeggen wel een beetje de Ik probeer nu niet ons werk... anders krijg ik weer boze appjes van Lisa. Ja. Maar volgens mij doet de rest wel... Ja, maar SACO is gewoon een hele chille... een instapcommissie. Ja. Omdat je bent met best wel veel mensen. Weet je, je gaat lekker de borrels organiseren... en allemaal leuke andere activiteiten. Mm-hmm. Zoals de hide and seek, toch? Precies. Fantastisch. Ja. Oh, en het is ook een heel goed excuus om dan tegen je ouders te zeggen... als je nog thuis woont, van om bij de SACO te gaan, zeg maar... is het een heel goed excuus om dan te... Ik moet verplicht bij de borrel zijn. Ik moet bij de borrel zijn, pap, mam. Ik heb het georganiseerd. Nee. Dus ja, ik moet erbij zijn. Wat voor mij verwacht dat ik er ben. Ja, klopt. Maar eerst toch niet drinken, dus. Nee, daarom. Eerste 75 drankjes worden is alleen maar cola. Ja, daarom. Precies. Maar had jij ook op andere commissies gesolliciteerd? Nee, ik kwam er pas later bij. Ik geloof in oktober, ik. Oh. Ja. Ben jij een aanvulling dan van een commissie? Ik ben een aanvulling. Oh, is dat zo? Ja. Oh. Ja, geloof het wel. Want ik weet niet wie er nog meer eerst bij SACO zou komen. Nee, weet ik niet meer. Toen waren we een keer op het kantoor. En toen zei geloof ik Vera en Dorine van... Goh, misschien moeten jullie eens... was met Marnix, even voor de context. Was met... Die zit ook bij SACO, toch? Ja, klopt. Ja. Marnix zit ook bij SACO. En toen waren we... met z'n tweeën geloof ik op het kickkantoor en zeiden Vera en Dorine van hey, misschien moeten jullie meedoen, dat is leuk. En bij de SACO hebben we nog plek en eigenlijk wou ik eerst bij studio, want dat leek me ook heel erg leuk. Mm. Maar achteraf ben ik blij dat ik in de SACO zit. Ja. Het is gewoon veel minder werk. Nice. En voor volgend jaar wel plannen om weer nog steeds actief lid te blijven ook? Ja, dat weet ik dus niet zo goed. Oh. Het lijkt me wel heel leuk om bij een andere commissie dan te zitten, maar gewoon omdat het nu zeg maar zo'n leuk groepje is waar je dan bij zit. Ja. Denk ik van, gaat dat dan volgend jaar hetzelfde worden? Bla, bla, bla. Ja, maar ja, dat moet je ook maar een beetje zien, denk ik. Ja. En ik word volgend jaar buddy, dus leuk. Ik weet niet hoeveel werk dat is. Maar, nou, volgens mij is dat ook maar eens in zoveel tijd. Ja, buddy van een klas bedoel je dan, ja. Hè? Ja. Nice. Nee, ik denk dat het sowieso... Het is, zeg maar, ik snap wel wat je bedoelt. En dat je elk jaar dan weer in een nieuwe commissie komt. Maar eigenlijk verbreed je zo ook alleen maar weer je netwerk. Als in, weet je... Je krijgt zoveel vrienden ervoor terug bij Kik. Dus komt hoe dan ook, komt het goed. En ik heb ook weer nieuwe mensen. Dus dan mag je die ook weer Kik laten leren kennen en zo. Dus top. Ik ben heel benieuwd naar welke mensen volgend jaar. Ja, nieuw vlees in de Kuip. Dit heb ik eerder gezegd. Dat klonk een beetje... Dat dat kwam inderdaad je een beetje gek over. Ja. Het is wel zo. Ja. Maar wat was jullie... toen jullie lid werden van Kik, was dit wat jullie ervan hadden verwacht? Zag je dit goed? Ja. Nee. Ik had het echt veel drukker verwacht. Ja, vooral dat. Ik wist wel dat, in ieder geval, ik dacht wel dat het gezellig ging worden. Ook omdat het introductiekamp was wel echt een mooie instap van hoe het zou kunnen zijn. Of het was in ieder geval heel gezellig op introductiekamp. Ja. Ook toen ik heel veel mensen van Kik tegenkwam. Dus, zijn jullie ook gelijk op introductie ook lid geworden van Kik? Of pas later? Nou ja, niet actief. Maar ingeschreven voor Kik, zeg maar. Ik pas later. Ja. Pas toen die samenvattingen op tafel kwamen. Oh, ja. En toen kon je korting krijgen. Ik ben een ras echte Hollander natuurlijk. Dus korting all the way. Korting. Echt een Nederlander. Ja. Nee, maar dat, ik denk dat dat...
dat dat wel een goede instap was. Of toen kende ik ook best wel veel kickboxers kennen. Dus. Ja, ik heb ook het idee dat dit jaar er echt flinke escalatievogels bij zitten. Kijk ik jou even aan. Want ik zeg maar, ja, ik zit natuurlijk in een Snapchat-groep. En ik moet zeggen, ik ben dit jaar niet heel actief. Ik zit dan bij redactiecommissie. Kunnen we wel maar, verzorgen. Zeker, dat kunnen we verzorgen. Ik ben afgestudeerd en ik werk en ik probeer er wel bij te zijn. Maar ik moet zeggen dat het niet altijd even lukt. Maar goed, ik wil het even hebben over het Snapchat-cultuurtje. Want kijk, ik ben 27 en misschien dat het voor mij... misschien ben ik er te oud voor, geen idee. Maar wat is dat met nomineren? Leg mij dat even uit. Ja, dat wist ik ook niet zo goed. Wat is dat? Ik moet zeggen dat het de laatste tijd wel erg geëscaleerd is. Het is heel erg geëscaleerd. Ik weet nog wel dat voor mij... Het was ook in de introductie en toen begon dat even heel, heel liefjes van... Ik nomineer die en die. En dan moet je een blik schieten. Dus dan pak je zo'n blikje. Maak je een gat in het blikje. Niet in de QR-code, want dan kan je hem dus niet meer scannen voor het statiegeld. Oh, dat is een goede tip. Ja, en ook niet hier. En dan moet je deze open doen en dan drink je hem leeg. Toch? Zo gaat het. Maar oké, jij kan me dus ook niet meer over vertellen hoe dat allemaal... Nou, ik kwam volgens mij best wel laat in de Snapgroep. Maar toen ik er eenmaal in zat, toen dacht ik van... Ah, leuk, nomineren. Is grappig. Ja. Doe je een keertje. En toen deed ik dat steeds wat vaker. En nu krijg ik ook het gevoel dat ik steeds vaker genomineerd word. Dus dan zit je zeg maar een beetje in die rol. Ja, en precies. Dan kom je telkens terug. Ja, en wordt een soort van pispaaltje, zeg maar. Uiteindelijk. Ja, ja. En dan denk je van, ik ga nu even lekker een biertje drinken. Even rustig aan. En dan open je weer die Snapchat. En dan hoor ik weer aan de andere kant van de kamer van bijvoorbeeld Roosmarijn. Ja, denk je bent weer genomineerd. Kom weer. En dan moet je weer. Het wordt gewoon gecreëerd eigenlijk. Ja. Door dat nomineren snap ik wel dat er gewoon steeds meer escalatievogels hier binnen kick komen. Want het gaat gewoon... Het is gewoon één visuele cirkel van nominaties. Zo de knetter. Ja. Het is altijd één, hè? Het is altijd één. Ik ben heel blij dat ik minderjarig ben. En dan heb ik nog een soort van excuus van... Ja, dat is nee, goed. Maar ik kan nog niet drinken. Ik kan me niet nomineren. Ik mag het niet doen. Ja, goed punt. Leuk. Hey, waar ik benieuwd naar ben. Want we zijn nu al over de helft van dit studiejaar. Dat is echt snel. Het gaat echt heel erg rap. Echt drie kwart al, toch? Ja, volgens mij gaan we het laatste... Lord, hou op. Laatste blok is al ingegaan, denk ik. Daar hadden we laatst kick-off van afgelopen week. Moet je nagaan. Nee, maandag. Ja. Oh, ja. Maar dat betekent ook veel goeds, want er komen er heel veel leuke dingen aan. De zomer. Actieve ledenweekend, allemaal dat soort dingetjes. Zomerman. Buitenlandse reis. Ik weet niet, hebben jullie ingeschreven voor de buitenlandse reis? Oh, wachtlijst? Nikki. Zijn je op de wachtlijst? Ja. Wil ze niet over hebben. Ga jij wel weer? Ik ben wel binnen. Ah, kijk, jij... Weet je wat de truc is? Op het moment dat zeg maar die inschrijving, je moet gewoon je telefoon erbij houden, heb je dat klokje en dan kijk je zo wanneer niet op de 12. Gelijk refresh je aanmelden, ben je er. Ja, ik had dat vond ik zo stom. Ik wou ook zo gaan, want ik was ook geweest op binnenlandse reis en daar vond ik zo, ik vond het zo leuk. Ja. Ik heb tijd van mijn leven gehad. En toen wou ik dus ook super graag mee met een buitenlandse reis. Dus ik zat klaar, twee apparaten klaar om aan te melden. En toen drukte ik dus op laat. En nou ja, zoals meerdere mensen waarschijnlijk ook al vaker hebben, bleven ze op een laat scherm staan. En ik had gehoord dat binnen 28 seconden was het al uit. Zo en ik heb daar 4 minuten staan kijken naar een laat scherm. En toen dacht ik, en ik zag al, hij is al dicht. Toen zat ik echt van... Ik weet niet hoeveel mensen er op de wachtlijst staan, maar vaak gebeurde dat nog wel veel wonderen dat je uiteindelijk toch... Ik stond 12e. Oh, en dat is wel veel. Ja, oh, dat klonk echt zo van, oh, nee. Dat is best oké. Okay. Nee, dat klopt heel. En nu sta ik 5e. Oké, dus er is nog hoop. Ik heb de hoop wel opgegeven, maar ook weer niet, maar ook weer wel. Okay. Positief blijven, hè? Inderdaad. Ja. Positive energy. Dus gewoon mensen een beetje aansporen om weg te gaan en dan... Manifesteren. Elke ochtend even een manifestatie doen, kristalletjes in de vensterbank leggen bij volle maan. Ik heb in een magazine van, ik weet niet of jullie de magazine hebben van Kik, heb ik een heel mooi manifesteren stuk geschreven. Dus als je hebt er wel. Ik ben nog aan het lezen, dus dat moet denk ik nog komen. Hoe lang is dat magazine al uit? Ik heb het in mijn werktas en elke keer als ik weer werk, heb ik tijd. Ik zou zeggen, sla hem daar eens even open, misschien heb je er wat aan. Ja, inderdaad, dat heb ik wel gebruikt. Ja, je weet maar nooit. Maar wat is tot zover jullie favoriete activiteit? Wat, misschien dat die nog gaat komen, want ik heb mijn favoriete activiteit. Dus de hike en seek. Hike en seek. Is het hike en seek? Hike en seek. Fantastisch.
echt fucking leuk. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat is echt heel erg leuk. Ik weet het niet, hè. Oh, okay. Ik doe het pas voor het eerst. Maar ik weet niet zo goed. Achter. Ja, iets van door de blubber lopen en op zoek gaan naar mensen en op scootertjes rijden. Ja, dat staat me niet heel erg veel aan of zo. Maar ik heb gehoord van Lisa dat het heel leuk is. Mag de locatie op? Oh, is het nog secret of niet? Oh, daar ga ik echt niet over uitlaten. Okay, dat weet ik echt niet. Hou je mond dan maar over. Ik hou mijn mond wijselijk stil. Nee, het is echt heel leuk. Ik weet niet of je hebt aangemeld, maar het is echt heel leuk. Ja. Zelfde manier weer. Dus, maar dit keer ging het wel goed? Of weer wachtlijst van 12? Nee. Ik ben heel benieuwd naar de high-end ziek. Maar wat is, even teruggekomen op mijn vraag. Wat is jullie favoriete? Of misschien dat die nog moet komen, dat kan natuurlijk, maar... Dan zou ik een reis niet meedoen. Dat, nee, dan zou ik sowieso niet. Binnenlandse reis doen, maar dat is geen activiteit. Roxy Roof. Jullie hebben toch wel, zeg maar, broer, we zijn nu een half jaar verder. Jullie hebben toch wel een, zeg maar, als je eraan denkt van, nou, dat vond ik echt het leukste moment tot nu toe wat ik met Kik heb meegemaakt. Ik vond de Weet Kik Veel vond ik ook wel heel gezellig. Ja, die was leuk, die hè? Echt, die vond ik wel echt. Ik was leuk. Presentator, maar daarom een beetje arrogant. Want wat was dat dan? Oh, echt, Joep, kan je dat eens uitleggen? dat was een pubquiz. Het ging over Kik en we hadden fotorondes en muziekrondes en. Algemene vragenrondes. Dat was echt heel leuk om te doen. Ook met allemaal dat Kik ook echt goed werd inverwerkt. Dus ook met mensen en zo. Dat helemaal foto's dat je van geslacht werd gemorfd en zo. Ja. Dat is hartstikke leuk. Ja, super grappig. En ook heel competitief. Ook, was, iedereen was echt, echt hard bezig met winnen. Dus, en ook op het einde was dus was het gelijkspel? Of wat was het ook weer? Ik geloof het wel. Het was gelijkspel tussen twee teams. En toen moesten ze... Ging ze ook weer doen? Een bak trekken. Wie het snelst kan een bak onttrekken. Ja, en die won het toen. Ja, die won het toen. Was Dorine, heel spannend. Ja, Dorine. Ja, Dorine. Ja. En daarna Jorrit volgens mij. Want het was tegelijk spel. Want het was tegen Dorine en Tijmen. Ja, Spinazie inderdaad. Dus, Tijmen die ook mee? Ja, Tijmen en Dorine die gingen een bak trekken. En Tijmen was een beetje lang. Beetje lekker. Goed, hè? Moest jij tegen Dorine? Een beetje boe. En Dorine heeft gewonnen. Nou, met spillage, dus dat telt niet helemaal. Met echt een hele shirt nat, maar dat maakt niet uit. Ja. En toen daarna gingen nog Jorrit en... Hoe noem je dat, spillage? Ja, dat wordt altijd gezegd. Ja, toch? Ja. Jezus. Ja, dat is het leeftijdsverschil, hè? 10 jaar. 27. Boomer. Oh my god, ik ben gewoon... Ja, je had mijn kind kunnen zijn. Ja, nou, 10 jaar, sorry. Ja, inderdaad. Moeder op je 10e. Ja, oké, dat is misschien wel een beetje meid, even rustig, hè? Ja. Zo. Nee, dat is waar. Dat is wel een beetje heftig. Je had wel mijn oudere zus kunnen zijn. Of mijn oudere nicht of zo. Ja, precies. Of mijn tante. Ja. Tante Jessie. Oh, lekker aan tafel bij tante Jessie. Ja, leuk. Kunnen we het voortaan zo noemen in plaats van Kick It? Koffieuurtje bij tante Jessie. Yeah. Ik vind het leuk. Koffieuur, oh mijn god. Dat klinkt wel echt heel oudbollig. Ja, dat mag ik wel. Ja. Nou, oké, bedankt. Sorry. Goed. Nee, oké, neem het terug. Ik heb niet echt een favoriete activiteit, om eerlijk te zijn. Ik vond het wel... is ook helemaal oké. Okay. Ja, ik vind vooral de borrels heel leuk. Gewoon lekker zeggen, escalatie en zo. Ook, ja. Ja. Oké, er waren echt een paar leuke thema's. Ja, ik ook absoluut. Dacht van, ja, dat vond ik ook wel echt. Wat was jouw favoriete thema? Oh, goede vraag. Ja. Leuk. Ik denk de Flashy Shades. Die was leuk. Die vond ik ook wel heel gezellig. Dat was de eerste, even denken... Nee, dat was de tweede van het jaar, maar de eerste waar die wij zeg maar echt hebben georganiseerd. Klopt. Ja, dat vond ik echt een heel leuk thema. En dat was, moest je iedereen gewoon een gekke zonnebril opdoen of zo, toch? Ja. Dus dat was ook een beetje toegankelijk. Ja, ja het was, maar dat is sowieso, dat doen jullie dit jaar wel echt goed. Het zijn hele toegankelijke thema's. Thank you. Want het is gewoon, maar dat maakt de drempel om überhaupt verkleed te komen naar een borrel, maakt het gewoon, maakt het zoveel lager. Dat is wel eens anders geweest. Mensen die gingen zich wel echt verkleden, maar... De helft ook niet. Zo, maar die dacht van, ja, dag, gaan we niet helemaal... Ja, maar dat snap ik ook wel. Ik heb ook eerlijk gezegd helemaal geen zin om dan... Ja, tot 12 uur of tot 11 uur... Tot wanneer is dat? Oh, wat weet ik weinig, jongens. Dit is toch erg. Tot 11? Even kijken. Ja, tot 11. Ja, tot 11 had het besloten. Ja, en dan... Daarna ga je maar, weet ik veel, de negende cirkel in of Palace. En dan zie je er zo uit. Ja, daar heb ik geen zin in. En een zonnebril kun je afzetten, dus... Of een hoedje of zo, weet ik veel. Ja, was ook die cowboy thema. Kon je ook... Het was wel een cowboy hoed op. Dat vond ik niet heel erg of zo om weer op stap te gaan uiteindelijk. Ja, leuk. Dus dat maakte wel inderdaad toegankelijk. Ja, lachen. Hey, maar Joep,
Mm-hmm. Weet je waar ik even heel erg benieuwd naar ben? We hadden het er net al even over, maar jij bent eigenlijk gewoon een soort van klein beetje een BN'er. BN'er? Ja. Nou, zo zou ik mezelf niet noemen, hoor. Nee, want Joep, die heeft dus echt, in 2022 in een programma, weet ik veel, hoe moet ik dat zeggen? Zat in een programma op ZEP. Ja. Het heette Zoef, zonder ouders op vakantie. Oh, dat wist ik niet eens. Ja, toen was ik 15, hè, 2 jaar geleden. Dus. Bizar. Ja. Maar wat was dat? Oeh. Nou, dat was echt heel erg leuk. Want ik kwam daar dus in terecht door mijn nicht Emily. Die heeft een eigen freelance bedrijf. En die managt acteurs. Oh. En die doet daar de management van. En haar beste vriendin, Anne Holtel, die deed de casting voor dit programma, zeg maar. En die, weet ik niet, die hadden tijdens een gesprek of zo, zei Anne van, oh, ik weet nog steeds, ik moet nog steeds een paar mensen hebben voor dat programma en die moeten zo en zo oud zijn. En toen had ik daarvoor toevallig gebeld met M. En toen zei ze van, oh, ik heb nog wel een neefje en die is zo oud. Dus toen kreeg ik het nummer van Anne en toen mocht ik soort van op kastbelletje mocht ik doen. En dat vond ze hartstikke leuk en ik vond het ook hartstikke leuk. Dus toen mocht ik voor een castingdag naar het hoofdkantoor van Newbie. Dat was dan het mediabedrijf waaruit het ging. En daar mocht ik op castinggesprek eigenlijk, face-to-face. En moest ik ook zo'n testimonial opnemen. Oh, dat vond ik zo verschrikkelijk. Wat is dat? Dan moet je voor zo'n camera zitten en dan moet je vragen gaan beantwoorden. En dan in de tegenwoordige tijd over dan bijvoorbeeld de dag die je gisteren hebt beleefd. Dat vond ik echt vreselijk om te doen. Oh ja. Ja. Ja, maar dat vond ik. Maar ja, ik werd er steeds beter in. En ik vond het ook uiteindelijk vond ik het heel erg leuk om te doen. Wat ging het over dan? Die testimonial? Nee, weet ik niet meer. Die serie. Ja, we hoefden echt helemaal niks te doen. We gingen gewoon op vakantie. Dat hoefden wij niet zelf te betalen. Ik heb geloof ik... ik heb bijna niks uitgegeven voor die vakantie. Oh, het werd allemaal heerlijk. Van ons betaald. Ja, nou, dat sprak me ook gewoon aan. Ik dacht, ik wil lekker op vakantie. Ja. De gierige Nederland. Lekker. Ja, echt. Inderdaad, ras echte Hollanders, zoals ik eerder al zei. Maar we gingen gewoon op vakantie... 10 dagen lang, geloof ik. En dat was dan wel met een groep... Dat vond ik wel een beetje spannend. Met een groep die je totaal niet kende. Nee, maar dat geldt voor hun natuurlijk ook allemaal. Ja, klopt. Dus ik dacht, iedereen staat er zo in. En dat is ook met Kik zo, hè? Ik bedoel, dan kom je toch ook bij een commissie... waar je eigenlijk niemand kent. En ik bedoel, kijk nu eventjes naar hoe je er nu bij staat. Toch? Voor wat? In mijn commissie. Ja. Ja, gewoon bij Kik, zeg maar. Hoeveel mensen je nu kent en hoe gemakkelijk dat allemaal gaat. Klopt. Ik denk heel vaak van, als ik dan niet bij Kik had gezeten... dan had ik een stuk minder mensen gehad die ik echt ken. Of kennissen of vrienden. Ja. En, was je studie denk ik ook wel misschien wat minder leuk. Zeg maar, nu loop je op de Hansen rond en dan kom je echt... eigenlijk om de minuut alweer mensen tegen. En terwijl je dat bijvoorbeeld niet bij Kik, dan heb je alleen studiegenootjes. En die zie je alleen als je les hebt en daaromheen niet echt. Ja, klopt. Dat voor school ook gelijk heel leuk, veel leuker van. Ja, en heb je het Kik-kantoor weer even kan rondhangen en zo. Die schurftbank, die roze schurftbank. Ja. Ja, ik vind het wel leuk. Ook die koffieuurtjes en zo. Niet dat ik daar heel vaak kom, maar wel voor de commissiepuntjes natuurlijk. Ja, maar hier staan volgens mij de beste ergens onderaan, vriend. Ja, klopt. Tijmen, kan jij eens even een tussenstand geven van de commissiecompetitie? Nee, weet dat jij dat? Bij de hand. Oh, dat is volgens mij staan jullie... Wij zijn 72 of zo, 74. Wat? Studio bovenaan? Studio staat altijd bovenaan. Ah, studio on top, hè? Zaak over je studio hoog. Ja. Maar wij hebben wel de beste prijs voor het mooiste gedichtje of zo. En dat was niet met OpenEye, ChatGPT. En dan kijk ik even naar onze luisteraar Ruben Evert, die mij daarvoor uitkalde. Dat vond ik echt helemaal niet leuk. Oh, is dat zo? Ik had zo mijn best gedaan op dat gedichtje. God. En toen zeiden ze allemaal, ja, het is met ChatGPT. Dat is helemaal niet zo. Dat iedereen had met ChatGPT zo'n gedichtje gemaakt. Helemaal niet. Jawel, jullie ook. Ja, maar jij had het gedichtje gemaakt? Ja, klopt. Ik weet niet eens waar het over ging. We moesten complimentjes geven aan het bestuur, geloof ik. Ja. Ja. Dat vond ik heel leuk om te doen. Hey, waar ik benieuwd naar ben. Hebben jullie al zomerplannen? Niek? Ik ga naar Formule 1 in Oostenrijk. Dat is nog denk ik net voor de zomer in principe. Is het juni? Ja, eind juni. Wat nice. Eind juni, begin juli. En mijn zomervakantie was een beetje, zeg maar, dat is reis. Maar, schat. Ik wil het niet erger maken, bestuur. Bestuur. Nee, maar al mijn vrienden die hebben geen vakantiedagen meer.
Dus dan moet ik het alleen overleven. In je eentje. In mijn eentje. Maar Formule 1 is ook heel Ja, maar daarom. Ik wil niet zeggen dat... Voor wie dat kom ik geen... je daar? Voor Max of voor... Ben je geen Max-fan? Nee, ik ben Max-fan. Okay. Ik ben wel een Max-fan. Nice. Ik sta ook bij de Red Bull tribune, dus dan moet het eigenlijk wel. Als ik dan als ik daar sta met een Mercedes jasje, denk ik dat het heel goed is. Nee, dat moet je ook zeker niet doen. Lewis Hamilton. Ben jaloers, dat lijkt me ook echt leuk. Jullie? Ooit een keer mee te maken. Ja, op vakantie. Ik ga niet naar Formule 1, maar... Maar? Wat ga je wel doen? Oh, dat zouden mijn ouders leuk vinden, joh, naar Formule 1. Die zijn ook zo van die fanatieke Max Verstappen fans. Maar ik heb eigenlijk nog niet echt zomerplannen. Oh. Ja, nee, want we gaan niet op vakantie dit jaar. En dat vind ik eigenlijk ook wel lekker. Gewoon een keertje niet in de zomervakantie. Gewoon lekker in Nederland blijven. Ook gewoon chill om niks te doen. Ja, gewoon klopt. Even lekker tot jezelf komen. Ja. En gewoon lekker met vrienden afspreken. Ja, ook leuk. Ja, daarom. Ben je van plan om op kamers te gaan? Nee. Nou, nee. Ik denk het wel. Ik was eerst van plan dat... Nou, ik was het eerst helemaal niet van plan. En ja, ik geloof dat er binnenkort een kamer vrijkomt in het Kikhuis. Maar dat weet ik niet zeker. Wat is het Kikhuis? Dat ze waar Martine, met Rafael, ja en Meerte, ja klopt. Ja, 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 nu is straks ook Marnix. Oh, ja, Marnix gaat er ook in wonen. Oh. Dus en maar ik weet niet of ik dit nu goed zeg, maar geloof ik dat Meerte en Meerte zei van ja, ik weet niet of ik hier nog heel lang wil blijven wonen. Tenminste, ik geloof dat ze dat zei hoor. Don't call me out, don't call me out. Misschien allemaal nieuwe informatie voor al die huisgenootjes. Denken, Meert, what the fuck? Hoe durf je? Dolk in de rug. Ja, maar hoe heet het? Dat zou me wel heel leuk lijken. Want dat vind ik een beetje... Je weet niet waar je dan terechtkomt als je in een wildvreemd huis... Ja, maar je gaat altijd hospiteren, hè? Ja, dat wel. Je gaat altijd hospiteren en dan kan je zo... Zeg maar, wanneer je gaat hospiteren hoef je niet... Zeg maar, dan moet je per se... Stel, je wordt uitgekozen, hoef je daar niet te gaan wonen. Nee, dan kun je altijd nog afzeggen. Het is niks voor mij. Dan. Heb jij ooit gehospiteerd? Ja. Ja? Ja, nou ja, in Groningen echt maar één keer gehospiteerd. En toen werd ik het ook gelijk. Maar dat was ook een beetje via... En toen heb ik daar ook die jaar gewoond. Het was een huis met 12 man. 6 mensen. Oh lord. Ja. Jeetje. Ja, het klinkt heel groot. Maar het was wel in het centrum. Aan de Sledemennenstraat. En dan hadden we 2 verdiepingen. 6 mensen op de eerste verdieping. En 6 mensen op de tweede verdieping. En dan 3 vrouwen, 3 mannen. Dan heb je een douche. En 2 wc's. Eentje voor de heren, 1 voor de dames. 1 keuken en 1 wasmachine. Dus zo heb je het best wel, zeg maar, per verdieping, hè? Hold up. Een gedeelde douche voor 12 man? Nee, in per verdieping. Oh my per lord, verdieping. Ik wou net zeggen. Dus 6. En dan hadden we elke dinsdagavond huisavond in 1 van onze gangen. Van de eerste of tweede verdieping. En dan zaten we dan met z'n 12 aan een biertafel. En, ja, want lekker... je kan ook niet met z'n 12 in 1 kamer gaan zitten natuurlijk. Nee, het is wel te doen, maar dan moet je dat helemaal weer ombouwen en zo. Ja. En, maar ga maar eens koken voor 12 mensen. Nou, dat ja. Het lijkt me wel heel... Afhalen. Ja, elke heel ja. Nou, Napoli was op de hoek, dus dat is ook wel vaak gebeurd. Nou. Maar het is wel echt superleuk om gewoon... Weet je, op het moment dat je dan thuis komt, er is altijd wel iemand. Er komen altijd heel veel spontane ideeën. Je bent altijd wel, ga je iets doen. Je zit nooit stil. Je verveelt je nooit. Dat is wel leuk. Ja, het is wel echt, leuk. Het is echt een aanrader. Woon jij een studentenhuis? Ja, ik denk het wel. Ja, ik heb zelf ik kreeg een huis, even kende de huisbaas. Mm. En dat huis kwam leeg te staan. Ja. En toen kon ik mijn eigen vrienden erin stoppen. Dus dat het is meer een vriendenhuis dan echt een studentenhuis. Precies. Met hoeveel mensen woon je dan? In totaal 4. Oké. Dus met jou erbij. Ja. Dus 4. Oké. Okay. Ja. Dat is precies het goede aantal. Vind ik. Ja, ik ben ook echt super blij met het huis. Ja, iedereen heeft eigen keuken. Ja. Daar ben ik echt heel blij mee. Taakverdeling ook. Okay. Oh ja, iedereen heeft eigen keuken. Ja, nee, oké. Okay, daar ben ik al. Daar kan ik nooit meer terug. Ook een eigen badkamer? Nee, dat niet. Oh ja. Okay. Helaas. Ja. Okay. Want dat vind ik echt goor, man. Sommige mensen kunnen echt goor zijn. Ja. Oh, ja, klopt. Dan kom je soms in die... Ja, ik ga nu niet namen noemen. Maar dan kom je soms in badkamers van mensen. En dan denk ik echt, oh my lord. Ja. Ja, hoe kun je hier... Haar in het Hou maar op. Stop maar. Nou, prepare yourself. Er gaat nog heel wat voor jou daarom. Komen. Dus dat is ook een beetje een drempel die ik over moet. Maar snap ik. Maar echt, is het allemaal waard. En ik bedoel, dan woon je gewoon letterlijk in de stad. En dan kan je gewoon bij elke kickboard gewoon rollend je bed in. Dat is toch top. Ja, dat vind ik heerlijk. Want die laatste bus... Doe je dat echt? Die pak je de laatste mij, hè? Die en pak hoe laat mij. Gaat dat vind ik. Ja, om 5:05. En dat is zo kut. Want dan wil je nog niet naar huis. En dan is het gewoon die... Het laatste bus die je dan moet halen, dat vind ik echt. En kan je niet bij iemand slapen dan? Ja, dat doe ik wel vaker hoor. Okay. Maar in het begin deed ik dat nog niet zo goed, want ik kende nog bijna niemand. Nee, dat snap niemand. Ik ook wel. Dat is ook een beetje. En dan had ik het zo leuk en dan moest ik weer thuis. Mm. Nou, voor misschien volgend jaar is misschien mijn huis helemaal weer leeg. Misschien. Hoezo dat? Ik heb 2 jaar contract, dus dan moeten. Maar ik kan misschien verlengen.
Ikzelf alleen. Ik hoop het voor je. En dan gooi ik iedereen eruit. En dan doe ik of niet, dan kan jij er misschien in. Oh, ja. Maar jij zit dan waarschijnlijk al bij het met andere kikhuis. Ja, maar dat is nog niet zeker hoor. Ik heb het ook nog helemaal... ik zeg maar wat. Ik heb het ook helemaal niet met niemand over gehad. Jij zit echt aan te kijken van Joep in ons huis. Volgens mij vertel je allemaal informatie vandaag wat je niet zeker weet. Ja, klopt. Ik doe gewoon alles eruit. Lekker bommetjes droppen. Oh, heerlijk. Nou, lijkt me een mooi moment om deze podcast af te sluiten. Nou, heren, ik wil jullie... heel erg bedankt voor jullie komst en voor de gezelligheid. Was hartstikke gezellig. Ja, toch? Vond het heel leuk. Ja, jullie zijn, je bent echt wel welkom, maar voor de tweede keer. Ach, gelukkig. Pak van me. Iedereen ik thuis. Ik hoop het. Ja, ja Niek niet. Nee, ik niet. Nee, Niek, dit was niet. Voor jou de eerste Niek, en de laatste keer. Inderdaad, jouw stem hebben we nog meer horen. dames en heren thuis, ontzettend bedankt voor het luisteren en kijken. En ik hoop jullie voor de volgende keer weer te zien. Doei! Doei! Doei. Doei.